Maar eerst naar het roze van de Giro d'Italia. Over 2 weken komt hij onder andere door Soest. Ja, en omdat er bij een wielerronde natuurlijk ook mooie mevrouwen horen, hè, Marjolein? Ja, de ronde missen. Het is zo. In Soest hebben ze er een verkiezing voor bedacht. Maar mis word je niet zomaar alleen maar als je mooi eruit ziet. Nee, ze moeten ook hun hersens gebruiken en wat van wielrennen en Italië afweten. Weten de dames bijvoorbeeld wel wie Ivan Basso is? Nou. Of wat een demarrage is? Leonie de Jong in Soest hebben de missen hun huiswerk een beetje gedaan. Nou, ik was vanmiddag dus bij een van die meiden tijdens het verzorgen van haar paard. En toen bleek dat het wel goed was dat ze nog een hele middag heeft gehad om te leren. Nou, ik denk dat dit Basso is sowieso. En hoe heette die andere? Het is natuurlijk ook niet makkelijk. Nee, ja, nee, sorry. Maar als rondemis is het wel belangrijk om te weten wie je aan moet moedigen. Milou moet dus nog wat huiswerk doen. Nou, ik denk ook gewoon eventjes de site van de Giro d'Italia doorspit. Kijk wat ik daar voor interessante informatie kan vinden. En ja, even wat over de wielrenners die meedoen. Ik weet dat er 1 team van Nederland is, Rabobank team. Moet natuurlijk even weten wie daarin zitten. Milou heeft dus duidelijk meer met paardrijden dan met wielrennen. Ze twijfelde geen moment toen ze werd getipt over de verkiezingen. Maar over de Giro weet ze eigenlijk niks. Ja, toen heb ik even gegoogeld. En toen bleek dat het inderdaad voor een wielerwedstrijd was, voor een rondemis. Vanavond rond 10 uur weten we wie Soest een mooi gezicht geeft als de wielrenners voorbij razen. Milou heeft nog 3 andere concurrenten en ze moeten casual en sportief op het podium verschijnen. Milou weet nu al hoe ze de jury moet imponeren. Ja, door heel lief te lachen, denk ik. En gewoon, gewoon leuk en spontaan blijven. Dat is denk ik het belangrijkste. Gewoon zijn zoals ik ben. Eerst maar even haar paard verzorgen. En dan snel naar huis omkleden. Wordt nog spannend, Leonie. Nou, omkleden. Ik ben nou wel heel benieuwd naar wat ze aan heeft dan. Ja, dat blijft nog een beetje spannend. Het ligt hier wel al klaar. Maar dat krijgen de mensen hier natuurlijk vanavond te zien. Want wat ga jij bijvoorbeeld aantrekken, Milou? Ik heb een wieleroutfit. Laat hem even zien. Nou, een mooie roze. Mooi helm. Met een roze shirtje. En een wit broekje. En een wit wielerbroekje. En een echte zeem erin? Ja, een echte zeem erin. Maar goed, jouw concurrenten zitten zich op te maken naast jou. Wat trek jij aan? Nou, ik trek mijn breakdance outfit aan, want dat is mijn sport. En ik dacht van, nou ja, dan laat ik misschien ook nog wel een trucje zien. Oké, nou, het wordt hier dus spannend straks op de rode loper. Ja, want Leonie, ik zie dus 2 dames bij jou. Hoe zit het met de concurrentie daar? Ja, de andere meiden zijn er nog niet. Die zijn misschien nog wel heel hard aan het oefenen. Maar deze meiden zijn er in ieder geval wel. Maar Milou, je hebt hier alvast 1 concurrent. Wat vind je ervan? Nou, en het is in ieder geval 1, dat is beter dan niks. En ik hoop dat er zo meteen nog meer komen. Eens even kijken of jij hebt geoefend. Weet je wat namen van deelnemers aan de Giro? Ik hoorde vanmiddag net op RTV Utrecht Basso voor langskomen. En ik weet dat Menshoff vorig jaar heeft gewonnen. En verder als lijmendood eigenlijk. Nou, word je daar bang van, Milou? Nou ja, die wist ik toevallig ook zelf dus. Wat mensen gelijk is het, denk ik. Ja. Ja, het wordt dus nog een spannende strijd straks hier op de rode loper. Ja, nog 1 dingetje, Leonie. Vaak is het een beetje haat en nijd, hè, tussen missen. Dit ziet er nog wel aardig uit. Maar toch blijven die pakjes van elkaar wel heel? Blijven ze daar vanaf? Ja, ik zie ze ook in mijn ooghoek liggen. Hebben jullie al schaartjes meegenomen om elkaars outfitjes kapot te knippen? Ja, in mijn tas. Nee, natuurlijk niet. Het moet leuk blijven en we doen dit allemaal voor ons, voor de lol, toch? Ja. Dus jullie blijven vriendelijk voor elkaar. Ja. Je wilt toch wel winnen? Nou, het zou leuk zijn, maar 2e of 3e is ook leuk, toch? Maar je wilt toch wel al die wielrenners die voorbij komen een zoen geven, al zijn het maar de kinderen op de fiets? Ja, nou ja, het zou leuk zijn. Ja. Nou, vanavond kunt u ook hier nog terecht in Soest, in proeflokaal onder ons. Dan kunt u de meiden zelf komen bewonderen. Miss RTV Utrecht, Leonie de Jong vanuit Soest. Dankjewel.